Goedemorgen, Jitske Wilting. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben best wel moe, maar ja, ik heb wel zin in vandaag. Goedemorgen. Vandaag de tweede dag. Ik ben er helemaal klaar voor. Een bloedhete roze woensdag is het vandaag. Hebben we er zin in? We zijn inmiddels in Wijchen. We houden we bezig hier op het gezelligste marktplein tijdens de route. Wijchen, zijn we er klaar voor? Lukt het? Daar gaan we! Wat vindt u van roze woensdag? De mooiste dag van de hele week. Het is om te benadrukken dat iedereen gewoon meedoet in onze samenleving. Of je nou zeg maar heteroseksueel bent of homoseksueel. Iedereen is gewoon deel van deze samenleving. En daarom hebben we als Wijchen ook gewoon de regenboogvlag vandaag uithangen. Okay. Wat vinden jullie daarvan eigenlijk? Ik vind eigenlijk wel heel... Ja, ik weet niet wat het goede woord is. Eigenlijk vind ik het gewoon dat er iedereen mag zijn wie die is. We zijn de jonge honderd. We zijn de jonge honderd. En lopen heel erg snel. We lopen heel erg snel. Het is een heel groot feestje. Het is een heel groot feestje. Op jongehonderd.nl. Op jongehonderd.nl. En van je hey, la, 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 la. Hey. En vandaag onderweg een speciale gast, Juvat, van Goeie Tijden en So You Think You Can Dance. Ik zie dat jullie allemaal, jij zit aan een komkommer, jij is ook aan een komkommer. En wat ben jij aan het eten? En macaroni of iets. Macaroni of iets, ik zie pasta. Ja, pasta. Een beetje kaas er doorheen. Waarom denk jij dat het zo belangrijk is dat je gezond blijft eten tijdens zo'n loop? Nou, anders dan hou je het niet lang vol. En waarom hou je het niet lang vol? Waarom niet gewoon op patatjes dit lopen? Nou, en dat zout, maar zout is ook wel goed, maar te veel is ook niet goed. En wat zou nou het beste zijn om te drinken? Water vooral. Water vooral? Ja, of limonade soms. Ja, want je verliest natuurlijk, je gaat heel veel zweten. Dus wat gebeurt er dan? Dan verlies je heel veel vocht. En hoe kan je dat het beste aanvullen? Gewoon met water. Gewoon met water. Gewoon met water drinken. Ja, daar kon ik natuurlijk op wachten, hè. Hebben er veel kinderen last? Ik denk het wel, vooral van de voeten. Vooral van de voeten, hè? Mm-hmm. Zware dag. Het is wel warm, maar je bent eraan gewend omdat je ook vroeg bent begonnen. Ja, want er vallen heel veel mensen uit, pijn en zo. Hoe gaat het met jou? Goed, ik heb nergens last van. In het begin was ik even duizelig, maar daarna ging het weer goed. En wat hebben jullie hier net gedaan? Nou, ik heb last van mijn tenen en vragen of ze iets aan konden doen. En dan kan je eens vertellen, want wat heb je? Niet echt, ik heb geen blaren, zover ik het nu weet, maar gewoon pijn. En mijn kleine tenen. Nee, er zijn er best wel veel die het best zwaar hebben vandaag. Zie je het om je heen? Nou, ik zag wel een keer een man die een beetje lastig liep. En dan dacht ik van, dat vind ik best wel lastig om te zien, want ik loop gewoon door. Zo. Dus dat vind ik ook best wel lastig om te zien. Sommigen die wankelen een beetje, die hebben het helemaal heet. En ze lopen met doekjes allemaal in hun nek, net zoals ik. En allemaal drinkflesjes drinken en heel veel. Moet je even iets op je knie? Of, want wat is er dan? Mijn enkel. Ik weet niet, maar ging door mijn enkel zoiets. Maar ging je er net doorheen? Of, Ik weet niet. Maar wat doen we? Moet je niet heel even stoppen, even pauze houden? Nee. Hoe vind je het dan dat ook die mensen gewoon doorzetten? Ik vind het super knap van hen, want ik bedoel, ik vind het gewoon echt knap dat ze gewoon doorzetten. Maar ze willen het natuurlijk ook wel zelf, want het is eigenlijk een soort van uitdaging die ze hier lopen. Er zijn ook wel mensen uitgevallen, maar dan is er echt wel iets aan de hand. Ik ga stoppen, want ik heb een licht als ook al veel special. Dat gaat echt niet. Echt waar? Ja. Dus je stopt ermee? Ja. Maar dat vind ik heel erg. Ik vind het ook wel erg jammer. Dat gaat echt gewoon niet. Nou, ik ben uitgevallen. Wat is er aan de hand? Nee, ik heb een overbelast middenvoetsbeentje. Oké. Okay. En hoe dan? Wat dan? Wat dan nu bedoel je? Of? Nou ja, maar hoe voelt het dan? En... Nou, het doet gewoon zeer bij elke stap die je zet. Voel je je voeten nog wel? Een beetje. Een beetje. Ja, dat is belangrijk dat je ze wel blijft voelen, hè? Ja. Moet vanavond rusten? Heel veel. We zijn er. De finish. Dag 2. Ja.
bloedheet, maar wel een dag nooit te vergeten. Hoe heb je de dag beleefd? Was het zwaar? Ja, nogal, want je liep wat moeilijker omdat het echt heel warm is. Ik heb last van mijn enkel, maar dus het gaat niet heel erg goed. Ik heb pijn in mijn enkels en aan mijn onderbenen en aan mijn heup en onderrug. We gaan vanmiddag even naar de fysio en kijken wat hij ervan gaat zeggen. Dus dat zien we dan wel. Zie je toch zitten? Ja, want het wordt gewoon wel leuk, want je bent gewoon bezig met de groep. En dan vergeet je het uiteindelijk wel.